Sylvia en Barbara maken zich zorgen om het café van Joep. Café Joep en zijn grillroom Dilara. Al ruim 2 weken is het café aan de Lekdijk dicht. En om hem te hulp te schieten ondernamen de dames actie. We zijn een crowdfundingactie gestart. Joep in ieder geval te helpen gedurende een periode dat hij dicht is. Om in ieder geval de vaste lasten te kunnen gaan betalen. En dit heeft mij echt emotioneel gemaakt. Dit is echt super. Hij maakt nu natuurlijk ook advocaatkosten erbij. We hebben hem daarmee geholpen en we hebben ook een plan van aanpak met hem gemaakt. Dat is donderdag ingeleverd bij de gemeente. Tot op heden hoorden ze nog niets. In het dorp zijn de gedachten wisselend. Sommigen snappen er weinig van, anderen vinden het terecht. Gezien de maatregelen die ze hadden moeten nemen voor de corona, blijkt dus niet voldoende geweest te zijn. En ja, dan denk ik dat de burgemeester dat correct heeft gedaan. Ik heb beide kanten gelezen. Zijn verhaal stond zeg maar in het lokale blad. En ik had aan de andere kant het verhaal inderdaad gelezen vanuit de gemeente. Dus het is een beetje, wat is waarheid om het zo maar te zeggen. Ja. Ik ben het er wel mee eens dat dingen op orde moeten zijn. Maar ik heb het niet van dichtbij ervaren dat het niet op orde is. In andere zaken zou het er erger aan toe gaan. En de gemeente zou een vergrootglas op Joep hebben liggen. Hier zijn ze er niet over te spreken, maar het café blijft voorlopig nog dicht. Sylvia vindt het voor zowel Joep als de jeugd vervelend, maar baalt helemaal van de opstelling van de gemeente. Ja, vanwege het feit dat de gemeente hier ook wel op een andere manier mee kan omgaan. En door te helpen om een beleid te bedenken, om te kijken van hoe gaan we hier met de situatie om. Nu worden er alleen maar straffen uitgedeeld en dat lijkt mij een oneerlijke situatie.